En jullie hebben het net nog in het Frans gehoord. Ja, onze Tristan Fred, die zei, Sinterklaas komt eraan. Die komt naar het theater hier in Plopsa in Der Hassen. Dus we zijn helemaal klaar voor een klein beetje Sinterklaas magie hier in Plopsa in Der Hassen. Ja, vorige week hebben we hem nog gezien. Twee keer zelfs. Eén keer in Plopsa te pannen. En één keer tijdens de Rewind Party. En ja, nu gaan we hem vandaag hier weer zien. Dus kei leuk. Ik kijk er naar uit. Jullie zien hier al dat er een vlag van Sinterklaas staat te wapperen. En ook een mijter van Sinterklaas. Als het dan zakken en zo van de Sint. En extra cadeautjes. Kei leuk. En ik hoop dat Sinterklaas een dubbele staf heeft. Want hier staat in één keer ook een staf van de Sint. Dus ik ben een beetje... Beetje van mijn melk. Ook hier het theater staat vol met Sinterklaas dingen. Want ja, hier komt natuurlijk Sinterklaas aan. Daarachter zien we de troon van de Sint staan. Ik zie er ook Ken staan. Heel toffe vriend van mij. Ik hoop dat hij ook iets krijgt van de Sint. Maar ja, het zal wel vast, want hij is braaf geweest. Daar ben ik gewoon zeker van. In één keer is het doek open gegaan. En daar is Sinterklaas gewoon. Ja, we horen hier met de jeep door het oerwoud van Saint-Sébérie. Kei leuk. Een beetje apart, maar kei leuk. Ik vind het wel fijn dat Sinterklaas eindelijk hier is. Hij is helemaal klaar voor de meet and greet met alle kindjes. En hij heeft twee pieten bij vandaag die alles gaan regelen. Tenminste, ja, twee pieten. En nog wat plopse begeleiding. Ik ben hier even in de winkel gestaan, want het is kei druk daarbuiten. En hier zijn allemaal leuke spulletjes natuurlijk. En wat ik het leukste vind, hier hoor je ook muziek van Slot Marsepeinstein. Dat is kei lang geleden en ik vind het Slot Marsepeinstein echt kei leuk, dus... Sint is Sinterklaas, Sint is Sinterklaas. Oh, kom maar eens kijken welke leuke Saint-Sébérie spulletjes hier zijn. Hier zijn echt wel heel veel Saint-Sébérie spulletjes. Ik zie daar ook een klok van Saint-Sébérie. Daar. Ik ga die even, zo dadelijk even van dichterbij laten zien. En ik zie ook een leuke puzzel. Ja. Dit is mijn favoriete gedeelte, hè. Alles met Samson zijn. Ah, hier is nog meer Samson. Zie. Zo, hier is de klok. Ideaal eigenlijk voor als je de eerste klok krijgt. Het is een digitale klok, dus gemakkelijk te lezen. En dat is een micro van Samson. Maar hier is ook iets nieuws dat ik nog niet gezien heb. Hier is namelijk een nieuwe Saint-Sébérie muts. Met dingen die je over je oren kan doen. Vind ik wel leuk. Ook omdat er een foto van Saint-Sébérie op staat. Dus ja, en je hebt bijpassende wanten. De muts is denk ik ja, toch wel voor heel veel kindjes mogelijk, ook zelfs voor volwassenen denk ik. Maar ja, die wanten, dat is toch wel voor heel kleine vingers. En je hebt ook sokken. Dus als je heel koud hebt, kan je die sokken ook aan doen. Ik heb net eens even aan de muts gekeken, hoe groot die is, maar hij is echt, niet, is echt heel klein. Dus niet voor volwassenen, enkel alleen voor kindjes. Maar ik denk wel dat bij Bristol nog altijd de Saint-Sébérie mutsen van vorig jaar zijn. En die zijn wel voor volwassenen ook. En daar heb je ook een sjaal bij en zo, dus dat is kei leuk. En de goede muziek die blijft erbij komen, want ik hoor hier nu, ze komen vandaag Sinterklaas en Lieve Piet. Ik heb hier nog iets leuk gevonden, deze mini Sinterklaas. Die vind ik echt kei leuk. Ja, zou dat ongeveer de grootte zijn van de kabouter Sint? Die bij Plop en zijn vrienden op bezoek komt. Zou perfect kunnen, hè? Ongeveer zo groot als een kabouter. Ik vraag me af of deze schildpadden ook eens gaan krijgen van Sinterklaas. Nu ja, als jullie deze vlog zien, ja, dan zullen de schildpadden waarschijnlijk al eens gekregen hebben. Want dan is Sinterklaas al lang terug in Spanje, of toch onderweg naar Spanje. Want ja, zoals jullie weten is hem eigenlijk nu al weg, hè. Maar om het lekker verwarrend te maken, als ik dit nu vlog, dan is dit er nog. Want ik ga hem zodanig gewoon terug ontmoeten. En ik weet ook dat ik hem morgen al terug ga zien. Dus ja, ik ben klein blij. Maar ja, af en toe doen we gewoon eens dus op voorhand opnemen en zo. En ja, dat is nu ook weer het geval. Want we gaan vandaag niet alleen naar Sinterklaas. We gaan vandaag ook iets anders doen. Dat hebben jullie al gelezen in de thumbnail. We gaan vandaag naar Nicolas Arnst. De grote goochelaar uit België, die fantastisch bekaarten. En ik dacht, ik ga hier ook toch nog even voor hebben, even naar Sinterklaas. Ja, en hier op de Scheve Schuit zullen ze natuurlijk ook wel veel cadeautjes gehad hebben van Sinterklaas. Want ja, Piet en zijn vrienden zijn natuurlijk altijd heel lief.
En ik wil ook nog iets zeggen over Piet Piraat. We hebben Piet Piraat natuurlijk gezien op de Space Studio Rewind Party. En die deed dat echt super, 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 super goed. Dat was echt fantastisch. Ja, als je een heel sportpaleis tegelijkertijd ahoy, ahoy, ahoy ziet doen, dat is geweldig. Morgen ga ik terug naar het sportpaleis voor de Sinterklaas show. Dan ga ik dat opnieuw zien. Dat is keileuk. Ja, weer al. Het is een beetje op voorhand opgenomen. Dus jullie zullen misschien nu al beelden gezien hebben van de grote Sinterklaas show. Maar ik weet nu al dat het keileuk wordt. Ik merk in één keer iets. En ze hebben nieuwe stoelen. Ze hebben nieuwe kleurtjes. Dat is keileuk. En hier hebben ze zelfs een K3 met een hartje rond. Dat is wel bijzonder. En pas op, hè. Hier in Plopsa in de Hasselt hebben ze ook volk dat ook bestaat in Plopsa te pannen. Magical Mel is hier ook gewoon. Hi. Hoe kan dat? Ik ga Hanne en Kat niet vervangen. Ja, maar... je zit te laat. Nee, nu doet Marie het. En vanaf dan doe ik het. Vandaar de... Ja, ik zie het. Dus het gelijk heel hard op. Ja. Allemaal komen kijken! Ja, Sportpaleis Pol! Van Afrika tot in Amerika. We zien Sinterklaas en we horen Jelle Kleijmans. Het is nog maar een paar dagen geleden dat we Spring nog eens zagen. En ja, dit is ook gewoon Spring, ja. Dus keileuk. En toen zagen we Sinterklaas ook, dus gewoon keileuk. Volledig leeggelopen. Iedereen is op de foto geweest met Sinterklaas. Ik ook. En Sinterklaas die gaat zo dadelijk samen met zijn pieten vertrekken om 3:00. Dus wel keil. We staan hier weer en er wordt dus weer zo afgekort. Boem en Boembeloek komen gewoon. Cher visiteur. Ik laat er gewoon, hè, want het is keil leuk. Ja, nee, niet tot zo dadelijk, want wij gaan richting Sint-Truiden gaan, want daar gaan we richting naar Nicolas kijken. Dus we nemen jullie nu mee naar Nicolas, tot in Sint-Truiden. Zo, we zijn hier nu bij CC de Bogaert voor de show van Nicolas Arnst. Helaas mag ik de show niet filmen, dat is normaal, maar ik zie jullie bij de meet and greet. Zo, ondertussen is de goochelshow van Nicolas gedaan en hij is momenteel bezig met de meet and greet. Ja, ik moet even wachten voor een foto bij hem, dus, maar het was zo geweldig. Nicolas kunnen ontmoeten en die heeft even een handtekening gezet in het boekje, wat dat hij ook in staat. Ik heb ook zijn nieuw spelkaart laten tekenen, dat was zijn van Bicycle.
Sinds kort werken we samen en ja, ik ben blij op, voor deze handtekening, op deze echte want Bicycle is een top goochelmerk, dus ik ben er heel blij mee. Ik vond het een fantastische show, ik heb echt van genoten. En ja, jullie hebben er niks van gezien, maar ik ga gewoon eens naar een show van Nicolas. Het is echt de top van de Belgische goochelkunst, zeker met kaarten. En, ja, hopelijk vonden jullie het een leuke video. Als het zo is, steek dan zeker jullie duimpje omhoog. Vergeet ook zeker niet te abonneren als je het nog niet gedaan hebt. En graag tot de volgende keer. Dag!